En het leuke is dat wij stonden hier al eventjes te kletsen met de directeur Monique Spaltman. En zij vertelde, we staan eigenlijk precies op het plekje waar Ede Staal vroeger altijd speelde. Dat klopt, hier bij het Arbeiders Hoeske. Daar is een brug, een hoog holtje. En daar sprong Ede dan met zijn vriendjes vanaf. Zwom naar de volgende brug, rende weer terug en sprong opnieuw. En achter zie je ook de boomgaard. Is natuurlijk een fantastische plek om een appeltje te plukken. Dus dat deden die jongens dan ook. En ja, eigenlijk net als de jeugd van nu. Ja, gewoon kattenkwaad uithalen. Ja. Want dit is ook een favoriet veldje van de jeugd, begrijp ik? Dit is een favoriet veldje van de jeugd, ja. Niet alleen uit Leens, maar uit de wijde omgeving. En ik snap het wel, want hoe mooi is dit? Ja, het is hier prachtig. Maar daarvoor zijn we hier helemaal natuurlijk niet. Wij zijn hier voor dit huisje. Laten we er meteen even naartoe lopen. Het is een arbeidershuisje. Nou, dat kan ik ook wel zien, want het is natuurlijk klein in de verhouding tot onze huizen van nu. Wie woonde hier? Hier woonde aanvankelijk Jannes de Vries. Samen met zijn vrouw Janna. En hij was een landarbeider hier op het landgoed. Hij kocht het huisje, of hij liet het huisje bouwen voor 100 gulden. En had er ook land bij gekocht, 4 aren. En hij heeft hier een tiental jaren gewoond met vrouw en kinderen. En op zich was het natuurlijk een prachtig huisje. Je kunt wel kijken, zien, het is vrij primitief. Zullen we even naar binnen? Ja, maar desondanks was het best een hard bestaan. Even bukken, ja. Want het is inderdaad klein. Laag ook, hè? Kijk, hij was dagloner. We leggen het hier wel uit in het huisje, maar kom vooral verder. Dan kun je gelijk even om je heen kijken. Keukentje. Heel klein keukentje. Een tafeltje met rood-wit geblokt tafelkleed. Ja. En een kachel. Er werd ook op gekookt, denk ik. Ja, daar werd zeker op gekookt. En het hield het huis warm. Zometeen hiernaast kunnen we de woonkamer zien. Maar daar sliep dus ook iedereen. En in het hele kleine reservekamertje. Daar sliep meestal een buurtschipper of wie er maar langskwam. Dat was zeg maar de logeerkamer. Meteen een soort hotelkamer waarmee ze dan nog een paar duiten extra konden verdienen. Laten we ondertussen meteen even naar die woonkamer dan gaan. Als cameraman Ronald hier onder het deurtje door kan. Ja, dat is gelukt. Even kijken, hier moet ik naartoe. Hè? We gaan een gangetje door. Ja, en dan is links die woonkamer. Dan is links de woonkamer. Dan lopen we even naar binnen. Ja. Oh ja. En dat ziet er echt uit zoals bij opa en oma vroeger. Ja, ja, zeker. Met een Persische kleedje. Kleedjes, de olielamp. Bedstee. Nou, oh, kijk, de bedstee. En ik zal het even laten zien. Je had hier dan nog een klein plankje voor de baby. En het ondergeschoven kind. Dat was de la die uitgetrokken werd. En daar kon daar ook nog een kind slapen. Dus deze kleine bedstee, daar konden gewoon 3 mensen in slapen. Oh ja hoor, en daar zit nog een bedstee. Daar hebben we nu een kast voor gezet. Ja. Maar, Denkt, zo'n arbeidershuisje, dan denk je, die mensen hadden geen geld. Maar 100 gulden was toch niet weinig? Ik denk dat, Jacob heette die, ik ben heel slecht in namen, dat ze lang gespaard hebben. En ze hadden ook een hypotheek. En het trieste is dat uiteindelijk ze die hypotheek ook niet meer konden opbrengen. Dus het huis is publiekelijk verkocht. Maar zelfs die koper die het toen kocht, die heeft het ook niet normaal zelf aan de volgende kunnen overdragen. Ook toen is het weer publiekelijk verkocht en eigenlijk keer op keer. Dus hoe klein het ook was, hoe hard die mensen ook werkten, uiteindelijk redden ze het net niet. En dat is best heel triest eigenlijk. Hè? Dat is toch een beetje een triest randje aan zo'n leuk huisje in het veld. En wij vinden het heel belangrijk dat we dat hier wel kunnen laten zien. Want we hebben natuurlijk ook de Borg van Hildersum en de Herenboerderij. En het verschil tussen arm en rijk was dus mega. Ik denk dat alleen al van de prijs van het servies hadden in de Borg hadden de mensen hier zorgeloos kunnen leven. Ja, en dat is waarom jullie dit in stand houden. Dus ja. Ja, ook om het te laten zien hoe het vroeger was. Het verschil tussen arm en rijk is er nu natuurlijk net zo goed nog. Dus dat is wel iets wat we hier bespreekbaar maken. Nou, en iedereen kan dat. Zolang de Borg open is, dus tijdens die openingstijden het museum open is, kan iedereen hier zo, net zoals wij vandaag, naar binnen lopen. Ik zie een lange onderboxer hangen bij de verwarming. Een heel kleintje die gebreid is. Maar ja, of die nou echt voor een baby was of voor een pop, dat... Nou, dat weet ik ook niet. Maar dat hemdje is in ieder geval wel een zelfgebreid hemdje voor de baby. En je ziet daar in het bed ook de sok die je om de kruik deed, hè?
Ik weet niet of je hem hebt herkend, maar mensen sliepen echt wel met een kruik in bed, want het was hartstikke koud. Ja. En nou ja, waar jij op terugkwam, dat ik zei van ja, ja, dit is de bedelaar. Het ondergeschoven kind. En er zitten allerlei gezegdes hier verscholen in deze, ja, in de vroegere tijden natuurlijk. Ja. Kunt u ze eens uitleggen? Ja, nou, kijk, mensen hadden zoveel kinderen, maar één kamer. Dit was woonkamer en slaapkamer. Dit is een bedstee. Links hiervan, waar de kast voor staat, is nogmaals een bedstee. En daar moest iedereen slapen. Was je met z'n zessen, iedereen, nou, drie aan elke kant. Maar als er dan nog een baby kwam en er lag ook al een baby op het plankje in de bedstee, dan werd de la open gedaan en dan werd daar een bedje van gemaakt. En dat was het kind ondergeschoven, namelijk onder het bed. Die la bleef natuurlijk echt een lade onder het bed, werden kinderen ingeschoven, kloor. Ja, maar wel, die bleef wel open, hè? Die ging niet. Ja, okay. Het werd gewoon een bedje 's avonds. Het was eigenlijk een uitschuifbed, maar van een huidig uitschuifbed, maar dan in een la. Dus ondergeschoven kind. En de lakens uitdelen kwam ook nog voorbij. Ja, dat is ook het verschil tussen rijk en arm, wat we hier uitleggen. Maar in de borg, er staat bijvoorbeeld op zolder de linnenkast. En die is altijd op slot, normaal. En de enige die de sleutel had, was de vrouw des huizes. Dus als de lakens, zij deelde de lakens uit, letterlijk, om de bedden te verschonen. De bovenste plank in die kast, daar bewaarde de vrouw des huizes de mooiste spullen. Dus daar komt het gezegde van, dat als iets heel mooi is, dan is het van de bovenste plank. Ja, mooi. Ja, ik vind dit leuk. En dus ook de lakens uitdelen, dat komt daar dan ook weer vandaan. Dan ben jij de baas, want jij hebt de sleutel. Ja. Dus, nou, en er was nog veel meer, want we kwamen langs de wekflessen, daar werd u eigenlijk ook alweer enthousiast. Is dat nog wat erin zit, de boontjes en zo? Dat is niet meer van toen, denk ik, toch? Of wel? Nou, we hebben in de borgkelder staan wel, denk ik, 100 jaar oude wekflessen. En hoe oud het gewekte spul is dat hier staat, weet ik niet. Maar het bederft dus echt niet. En tegenwoordig is het ook wel weer, dacht ik dat het weer wat in trek kwam. Want het blijft werkelijk allemaal heel goed. En het bijzondere is, kijk, die arbeiders hier in het arbeidershuisje hadden hun eigen moestuintje, hadden waarschijnlijk ook een varkentje. Maar zo'n heel landgoed was zelfvoorzienend. Dus bij de arbeider werd gewekt. Maar ook in de keuken van de borg. En ja, je ziet hier die wekfles staan. Hier staat nog de wekketel. Die flessen werden daar ingezet met hun inhoud en dan gekookt in die ketel tot een bepaalde temperatuur. En dan hup, snel die deksel erop met elastiek ertussen en nog een klem erop. Zodat het vacuüm trok en dan daarna mocht die klem eraf. Maar of we hier nog wat van kunnen eten, dat durft u niet te zeggen. Ik weet zeker dat er nog dat het wel is. Kan. Ja. Ik twijfel er niet aan. Nee, want het is pas niet meer goed als er, nou ja, schimmel of wat dan ook op zit. En dat je ziet gewoon dat het nog mooi is. Ja, dat is ook zo. Maar of het dan echt uit die tijd komt, maar goed, dat, nou ja. Nee, niet uit 1880. Het zou toch wel leuk zijn? Nou, bedenk het. Je kunt het je voorstellen. Ja, toch? Nou, zo ziet het er wel een beetje uit, vind ik. Maar goed, het is ook meer het gevoel dat je erbij krijgt. Ja, een fantastische rondleiding. Ja, u kunt nog wel uren doorgaan, hè? Zeker, want we hebben nu het arbeidershuisje gezien. We kunnen nog naar de boerderij. Nou ja, daar is nu ook de edelstaalexpositie. Ja. En natuurlijk naar de borg. Maar weet je wat? Kom gewoon terug. Ja, want we kunnen helaas niet meer zo lang. Maar het is wel heel leuk en u vertelt er ook heel mooi over. Dus hartstikke bedankt. Mensen kunnen hier gewoon heen komen. Dus wat dat betreft genoeg mogelijkheden. Dank u wel. Als je nou nog meer video's wil zien van RTV Noord, dan kun je je abonneren. Dat is hier. Maar als je denkt, ik wil gelijk door naar de video's, kan ook. Oké, doe het wel. Hoi!